Voor het spelen van omgekeerd verstoppertje heb je een speelplek nodig met obstakels waar je spullen achter kunt verstoppen. Je hebt ook verschillende voorwerpen nodig. Het spel speel je met minimaal 2 en maximaal 8 spelers. Als eerst spreek je af in welk gebied je de spullen gaat verstoppen. 1 of 2 personen beginnen met het verstoppen van de spullen. De anderen draaien zich om, doen de handen voor de ogen en tellen af van 30 seconden naar 0. 30, 29, 28, 27, 3, 2, 1, 0. We komen! Op dat moment gaan de spelers op zoek naar de verstopte spullen. Als de spullen niet snel worden gevonden, dan mogen de verstoppers tips geven. De spelers die de meeste spullen weten vinden, wint het spel. Diegene mag vervolgens de spullen gaan verstoppen. Jij hebt de 3, dan mag jij gaan verstoppen. Bij een gelijk spel kiest de verstopper wie dat mag gaan doen. Als de winnaar al geweest is, kiest hij iemand die nog niet de verstopper is geweest.